there. Bam! The legs go. I mean, that is clean. Oh! He stopped him. Tiger King and the new UFC featherweight champion of the world. Nou, we zitten hier in Os bij een vechter die misschien nog niet iedereen kent, maar wel gaat kennen binnenkort. Hele verhaal gaan we nu luisteren. Ja. Ik ben benieuwd. We zitten hier met Daan Duijs. Yes. Welkom, dankjewel. Dankjewel dat jullie leuk dat wij even gevraagd. Langs mogen komen. Ja, geen probleem, altijd. Gastvrij dus, weer midden in het zuiden van het land. Ik zou zeggen, is altijd gastvrij, toch? Top. Zullen we gewoon beginnen bij het begin? Dan lopen we er wel uit en we zien wel waar we eindigen. Heel goed. Waar is voor jou begonnen? Ben je geboren in Os? Of? Ja, geboren getogen in Os. Ik zal ook niet meer weggaan uit Os. Ik moet heel gek lopen. Gewoon rustig jongen eigenlijk altijd wel geweest vroeger. En ik denk op mijn zesde of zevende toen ben ik begonnen met judo. Oké. Mijn broer die judo'de en ja, dan rol je er toch een beetje in als je broer gaat voetballen. Ja, dan gaat ook wel sneller voetballen. Maar mijn broer die judo'de en daardoor ben ik ook gaan judo'en. Eigenlijk altijd gewoon veel getraind ook in het begin, wat minder dan ik klein ben, maar later bijna. Dus eigenlijk al vanaf je zesde gewoon al? Ja, in het begin is het natuurlijk 1-2 keer in de week misschien, maar later werd het wel meer en toen kwamen we ook wedstrijden bij. Er werd ook steeds meer en zo is het eigenlijk begonnen. En met de wedstrijden, toen kwam het er bij mij eigenlijk nooit helemaal uit. Zoals het er in de training wel uitkwam. Mm-hmm. Dat was een beetje frustrerend. En toen ik 17, 18, toen heb ik de overstap gemaakt naar MMA. Oké. Okay. Ja. En je zegt dat je broer, dat het daar vooral door kwam. Is er nog meer in de familie vechtsport? Of? Ja, mijn vader die heeft vroeger ook gejudo'd. Volgens mij heeft mijn opa die heeft vroeger even gebokst of zo of iets. Ja. Maar, mijn vader heeft gejudo'd en ook bij dezelfde sportschool als waar wij toen zijn begonnen. Oké. Dus ik denk dat dat altijd wel een beetje heeft meegespeeld. Zo. Zit wel in de familie. Met de paplepel erin. Ja, een beetje wel. En buiten MMA, heb jij verder nog hobby's? Ik ben gewoon rustig. Ik hou niet van uitgaan of zo en dingen, mensen om me heen. Wat maakt het dan voor jou dat je zegt van ik heb helemaal niet zoveel zin in eigenlijk? Ja, ik weet niet. Ja. Ja, ik ben sowieso niet echt een prater. Zo. Als ik je niet ken, kijk, zo lukt dat wel. En als ik je ken, dan is het allemaal wel prima. Maar als ik jou niet ken, dan ja. Dan voel ik niet zo snel de drang om met iemand te gaan praten, zeg maar. Maar sowieso gewoon met mijn vrouwtje, mijn vriendin. Gewoon lekker ontspannen thuis of net iets gaan doen of zo. Mijn vrienden wel gaan doen. Maar er zit niet een bepaalde. Ja, voetbal bijvoorbeeld. Ja, voetbal. Maar verder zit er niet een stempel op dat je zegt van ik vis elke zondag? Of nee. Niet zo'n hobby erbij? Nee, eigenlijk helemaal niet. En wat doe je dan als werk ernaast? Of heb je hiervoor gewerkt? Of ik heb werk je niet? Een eigen bedrijfje met personal training. En eigenlijk met de corona, net voor de corona, toen ben ik daarmee begonnen. En gewoon bij mensen thuis komen, want ja, sportscholen waren dicht. Dus eigenlijk is dat toen een beetje gaan lopen. Daar is het eigenlijk. Gewoon lesjes geven, op sportschool lesgeven en dat eigenlijk. En heb je dan, is dat goed combineren samen? Ja, want ik kan zelf inplannen wanneer ik iets ga doen. Dus als ik 's ochtends ga trainen, dan plan ik in dat ik of daarvoor of daarna wat lessen ga geven. Yes. En dan kan ik daarna thuis eventjes ontspannen, even bijkomen en dan 's avonds weer trainen. Ja. Nou, dat is inderdaad wel het ligt wel in hetzelfde rijtje. Maar heb je ook het andere werk gedaan wat niet met sport te maken had? Of ben je er gewoon helemaal ingerold al vanaf begin af aan? Ja, het is wel eigenlijk altijd, heeft het wel alles een beetje om het sporten heen gedraaid, zeg maar. Ik heb wel eens gewoon pakketten bezorgd bij DHL, domino's, pizza's bezorgen. Maar verder eigenlijk niet echt een vaste baan of zo. Nee. En toen is met personal training begonnen. Ja. Want hoe oud ben je op dit moment? 24. Ja, precies. Ja. Net aan de weg aan het timmeren. Dan snap ik dat je nog, als je nou 30 bent, dan snap ik dat je misschien nog andere dingen daarvoor gedaan hebt. Maar of je 24ste, dan lastig om daarvoor ook al een vaste baan te hebben natuurlijk. Je zegt net dat je begonnen met judo. Hoezo ben jij in de MMA gerold? Niet bij judo gebleven, maar gewoon overgestapt naar MMA.
Ja, wel, net als hij met wedstrijden kwam het eigenlijk nooit bij mij uit. Met trainingen, bij wijze van spreken, kon ik van iedereen winnen. Of bijna iedereen. En dan met de wedstrijden, dan, ja, dan kon ik bij wijze van spreken helemaal niks meer zo. Dus dat was altijd een beetje frustrerend. En waar dat aan lag, ja, ik durf het niet te zeggen. Maar dus dat was wel toen op een gegeven moment, zo'n jaar of 15, 16 of zo, denk ik, dat ik toen zoiets had van ja, ik wil misschien wel wat meer. Of iets anders gaan doen. Toen ook begonnen met Braziliaanse Jiu-Jitsu. En vanuit daar, toen 17, toen dacht ik van ja, nou ga ik wel vechten. Sowieso mijn trainer voor het BJJ en het Judo toen, na een bepaalde periode, die vocht zelf ook, Dwan van Helvoort. Mm-hmm. En ja, ik denk dat hij dan toch ook wel een beetje kijkt van, oh ja, dat is toch wel vet, dat zou ik ook wel willen. Want dus, BJJ is ook een beetje jouw handelsmerk, of niet? Ja, ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is, denk ik. Maar ja, ik weet het niet. Met judo ook altijd op de grond, zeg maar, dan ging me wel makkelijk af met de wedstrijden. Dus ja, Braziliaanse judo, ja, het ligt me wel, laat want het zo zeggen. Want we zijn hier natuurlijk in, is dit ook de Gracie Barra Gym? Dit is wel de Gracie Barra Os. Ja, ja, precies. Dat zie je. Maar je hebt verschillende in Nederland. Want heb je het vanaf het begin bij Jiu-Jitsu, heb je dat al gelijk hier gedaan? Of? Ik ben altijd hier geweest. Ik altijd ben nooit, hier geweest? Ja, de sportschool heette eerst anders. En toen is dat overgenomen door degene die nu de eigenaar is, van Buhl. Maar ik ben hier gebleven en ben hier ook nooit weggegaan. Loyaal en team. Ja, ja, zeker. Best wel. Ja. En hoe... want ja, Gracie is best wel een hele bekende naam in de MMA-wereld natuurlijk. Ja. Die familie is een van de grondleggers. Heb je hier ook veel dat ze hier dan langskomen? Of is het gewoon alleen de naam en dat het echt een merk geworden is? Nee, het is wel mijn trainers, zeg maar, de black belts die hier lesgeven. Die hebben wel ook gewoon contact met Sergio Bernini en Draculino, en die komen ook eens in de zoveel tijd komen ze hier langs om een seminar te geven en ja, dat. Dus, maar het is niet dat de crisis zelf, voor zover ik weet, misschien eerst wel, maar nou niet, maar dat die hier wekelijks of jaarlijks langs komen, dan niet, maar... Nee, volgens mij heb je ook die Gracie Gyms, die heb je in heel de wereld. Ja. Dat het gewoon één geopend wordt en dat iemand anders, ja, dan... Precies. Maar het is wel vet dat het wel één grote... Het blijft allemaal verworven met elkaar. Ja, precies. Ja. Ja. Je bent natuurlijk nu wel met een van de beste jiu-jitsu trainers, ja, juist, van de wereld. Natuurlijk. Ja, daarom. En ja, daar komen we natuurlijk zo verder op. Hoe zou jij jezelf als vechter omschrijven? Buiten jiu-jitsu natuurlijk. Ja. Sowieso een doorzetter. Ik blijf altijd wel gewoon komen. Of het nou ja, iets slechter gaat of niet. Nu ook steeds meer allround vechter. Niet meer, in het begin was het echt alleen maar op de grond. En, ja, ik had net een half jaar kickboksen gedaan en toen vocht ik mijn eerste MMA-partij. Ja. Toen kon ik eigenlijk nog helemaal niet boksen. Zo, dus ja. En, maar nou gewoon allround vechter. Nou, het maakt me niet meer uit of we naar de grond gaan of dat we alleen maar in een clinch aan het vechten zijn of alleen maar staand aan het boksen zijn. Ja. En heb je daar nog iets aan veranderd? Omdat je bent natuurlijk, nou, begon met judo, dus grotendeels grondwerk, toen jiu-jitsu. Hoe train je nu je stand-up? Is dat ook gewoon op dezelfde manier of heb je daar iets speciaals voor gedaan, mensen erbij gehaald? Of? Ja, we hadden het net voordat de camera's aangingen, hadden we het er even over dat er best wel mensen van buitenaf, zeg maar, die niet uit Os komen en die hier niet trainen, die hier naartoe komen, die bijvoorbeeld van kickboksen de overstap hebben gemaakt naar MMA, zoals Andy Sauer, Shemen, de Randami, Ilias Boulayed. En die komen hierheen om het grondgedeelte, het totale MMA-pakket te trainen, zeg maar. Mm. En ja, dan leer je ook wel veel, zeg maar, op het staande gebied. Ik heb ook nog een best wel een lange periode met Kraus, Albert Kraus, of met zijn zoon Gerardus Kraus getraind. En daar heeft me ook heel veel geholpen. Ja, dat eigenlijk, man. Is het ook zo dat als jij nu gaat vechten, dat jij liever stand-up hebt, zo van ik laat wel even zien dat ik kan strijken? Ik zou het wel willen. Dat was bij mijn laatste partij bijvoorbeeld. Die ging best wel snel naar de grond. Terwijl ik eigenlijk toch liever nog iets langer staand had gehouden. Om, ja, ook gewoon voor mezelf, maar ook gewoon een beetje te jezelf laten meten zien. Met een... Ja, een beetje wel. Ja. Ja. En hoe is het dan om... je gaat dat natuurlijk die stand-up ook doen met namen die je net noemt.
Jemaine Randemie, et cetera, et cetera. Dat zijn wel grote jongens gelijk, grote vrouwen. Ja. Maar ik snap wat ik bedoel. Maar hoe is het dan om met hun dan te gaan sparren? Is dat ook intimiderend? Of heb je juist iets van, ik vind het juist makkelijk omdat je een beetje degene bent die er nog van moet leren? Of? Nou, het is wel, vooral in het begin, als je gewoon echt totaal niet kan meekomen met hun, zeg maar, dan, ja, zo, ja, je bent niet bang of zo, maar het is een beetje spannend. Zo. Ja. Ja, ja, toch? Dus, maar ja, uiteindelijk, het gaat steeds beter en zoals Jemaine en een Andy en Ilias ook, die boksen vanaf, weet ik veel, hoe oud ze waren, weet ik veel, een jaar of zes of iets, waar wij van spreken. Die hebben nooit iets anders gedaan. Mm. Dus ja, dat is hetzelfde als dat ik met hun het grondgedeelte ga doen bijvoorbeeld. Ja, dan komen hun ook tekort, zeg maar. Ja, en dat is andersom hetzelfde. Zo kun je van elkaar leren, dat is het beste natuurlijk. Ja. Maar als je op die manier reflecteert, dan komt de frustratie er ook altijd minder hard uit. Ja, juist. Het is natuurlijk ook logisch dat op die manier zo is. Ja. Er zijn natuurlijk ook momenten dat jij minder gemotiveerd bent, neem ik aan. Uiteraard. Waar haal je de motivatie vandaan om het toch maar te bewerkstelligen? Ja, het is, de laatste tijd is het een beetje veranderd, mijn motivatie. Eerst was mijn motivatie toch wel dat ik het voor anderen wil doen. En eigenlijk pas sinds kort dat ik toch wel een beetje besef van... Tuurlijk, ik doe het nog steeds wel voor anderen, voor familie, voor mijn vriendin en voor mijn vrienden. Maar uiteindelijk, je moet het zelf doen en je doet het uiteindelijk ook voor jezelf. Dus die motivatie is wel een beetje veranderd. Ten opzichte van eerst. In positieve zin. Positieve zin, ja. Ja, gewoon ander. De andere keer was ook gewoon... was ook gewoon positieve motivatie, zeg maar. Want dan haal je toch ergens anders vandaan. Maar het is nou gewoon een beetje anders, zeg maar. Mm-hmm. Want is je motivatie ook op lange termijn gebaseerd? Dat je elke keer denkt van ik wil dan zover zijn. Daar komen we straks op. Of is het iets wat op de korte termijn dat je denkt... Dit is gewoon iets wat ik heel erg tof vind om te doen. En hier wil ik geld mee verdienen. Ja, dat eigenlijk een beetje. Dat laatste. Gewoon, ik wil gewoon de beste worden van nu op het moment van de organisatie waar ik bij zit, van Cage Warriors. Mm-hmm. En uiteindelijk van de UFC en dan dus van de hele wereld. En dat is nu de motivatie. Oké, dus wel. Eerst was de motivatie van ik wil gewoon vechten, heel veel geld verdienen. Dat maakt allemaal niet uit. En dan, we zien het wel. Ja. Maar ja, als het op deze manier is, als je de beste wordt, dan uiteindelijk ga je ook verdienen. Dus, uiteraard. Ja. Nou ja, die weg, daar ben je nu al mee bezig. 8-1 op dit moment. Ik duik zo meteen nog even in het record. Maar je eerste MMA-partij, hoe was het om in de kooi te stappen voor de eerste keer? De eerste pro of eerste amateur? Ik heb eerst nog 6 amateur gevochten. Ja, dat hebben we gezien. Wat wil jij vertellen? Wat vond jij belangrijk? Eerste pro of eerste amateur? Ik denk dan de eerste amateur. Ja? Ik zeg heel eerlijk... Ik was niet zenuwachtig, niet bang of zoiets. Ik had zo, ik weet toch niet waar er gaat komen, dus ik zie het allemaal wel. Toen was ik nog 17. 2 maanden na zo, 17, bijna 18, zoiets. En ik moest tegen een jongen van 27, 28. Die had al 14, 15 partijen gevochten. En mijn trainer die vertelt ook wel eens dat hij... tijdens de warming-up, toen keek hij eventjes naar, toch in de kleedkamer van de andere jongen, eventjes stiekem even kijken. En hij was aan het opwarmen, series aan het zetten, hij dacht eigenlijk al een beetje kut, zo ben ik aan begonnen, zo weet wel. Dus, maar heeft hij dat op dat moment ook tegen jou gezegd? Nee, achteraf. Ik zeggen, dus en ik had nergens last van, ik was gewoon daar lekker aan het opwarmen, boksen, ik kon nog helemaal niet boksen, ik deed gewoon een beetje zo. En toen stapte ik de ring in. Ja, het ging allemaal prima. Toen liep ik naar voren. Ik dacht, wat moet ik nou doen? Zo, mijn handen bij mijn hoofd. En hij gaf mij een low kick. Ik denk, we kunnen hier wel een half uur om elkaar heen blijven draaien. Moet toch iets gaan gebeuren? Dus ik naar voren gestapt, links, rechts, allebei mis. Toen kreeg ik 1-2 stoten op mijn hoofd. Toen denk ik, oké, beter ga ik me nou vastpakken. Toen gaf hij mij nog 2 knieën in mijn buik. Toen dacht ik, oké, dat is ook niet best. Toen had ik hem uiteindelijk gegooid. En toen lag ik onderop, toen pakte ik hem in een armbar en toen klopte hij. Ja, dus dat, 30 dat seconden is... later en toen was het gebeurd. Voelde dat voor jou ook als een comeback of was het gewoon... Want het was natuurlijk, als het staand was geweest, was dat dus dat op dat moment uit de hand zwaar afgelegd. Ja. Maar hoe reageerde je dan op die knie of op die stoten? Ja, helemaal niks. Gewoon... Dat dan gewoon... gewoon zo'n tunnel gaan. Hij voelt er ook niks van. Nee, door de adrenaline. Gewoon, ja, je merkt gewoon... dat was niet zo best. Nou, wel goed dat je op dat moment dan nog na kon denken en dat je dacht van ik ga naar de grond en ik doe waar ik goed in ben. Ja. En toen gewoon die armbar dus. Armbar. En dat was je eerste amateur. Amateur. En hoe was je eerste pro-partij?
Waar was dat? Was dat iets lokaals? Zit er nog verschil tussen dat je voor het eerst amateur pakt of dat je toch meer zenuw hebt voor het eerst pro-gevecht? Ja en nee. Uiteindelijk, je doet precies hetzelfde. Alleen als je pro gaat vechten, dan gaat het pas echt... Dan is het pas echt belangrijk, zeg maar. Meer aandacht. Dus, ja, meer aandacht sowieso. Maar ja, kijk, als je dan verliest en je verliest nog een keer, dan is het niet zo goed voor je racket. Bij amateur kan verliezen zoveel je wil, maakt het allemaal eigen reet uit. Mm. Dus die eerste pro-partij, toen kwam er sowieso meer publiek. Want toen had ik al 6 wedstrijdjes gevochten, amateur. En dat was de eerste pro, dus dan toch wel echt meer aandacht. En ik weet eigenlijk niet meer zo heel goed hoe het is gegaan. Wow. Was dat in Os zelf of was het ergens anders? Nee, het was in Duitsland, in Goch. Oh. Ja, een beetje hetzelfde, een beetje vergelijkbaar. Ik wil hem staand, ik wil hem gooien. Ik kom op mijn rug terecht. Hij wil gaan stoten, ik pak hem in een triangle, ik hou hem vast en hij klopt. Dat was ook zo makkelijk aan het gaan. Ja, het klinkt als je nu vertelt dat je denkt van oké, ik ga gewoon eerst staan totdat het niet meer wil. En dan pak ik hem gewoon en dan laat ik hem aftikken. Ja, dat komt heel simpel over. Ja, en zo zijn eigenlijk best wel veel partijen van mij gegaan. Ja, inderdaad. Want je had volgens mij iets van, wat was het nou? Ja, 5 subs, 2 KO en 1 decision. Volgens mij wel. 5 subs? Nee. 5... Ik denk dat er 6 moeten zijn. 6 submissions? Ja, denk het wel. Eentje die staat verkeerd. Klopt wel, ja. Eentje die staat verkeerd online, ja. Dat was die eerste pro-wedstrijd. Die staat dat ik die op beslissing heb gewonnen, maar die had ik ook op submission gewonnen. Waarom, die staat gewoon verkeerd online? Ja, die staat er verkeerd op. Dus er zijn er 6 submissions en 2 KO's. Ja. Aha, dus wel iemand die nog steeds een 100% finish heeft dan. En hoe voelde dat dan, aangezien jij nu zegt dat je vooral van de subs bent, voor het eerst iemand knock-out mappen? Ja, dat was wel lekker. Ik zeg heel eerlijk, dat was wel een ander gevoel. Maar wat gaat er dan door je heen? Want ik snap met een submissie dat het al heel anders voelt. Dus dat je iemand gewoon zo hard hebt dat hij op de grond valt en daar blijft liggen. Dat was de tweede ronde. De eerste ronde, na 10 seconden, toen kreeg ik een stoot. Ik ging liggen. Ik kon wel nog gewoon op automatische piloot kon ik nog verder gaan. Alleen, ik weet helemaal niks meer van die eerste ronde. Ik weet het van filmpjes, zeg maar, ik weet echt niks meer van. Gewoon zwart. En toen in de tweede ronde, toen was ik gewoon weer vers. En hij was elke keer aan het zwaaien. Toen maakte ik een trap. Toen dook hij eigenlijk op mijn knie. Toen ging hij liggen. En hij was echt taai. Gewoon, die hele eerste ronde al was het al taai, zeg maar. En toen lag hij, toen was hij dus aangeslagen. Ik ground and pound. En toen dacht ik, alles wat ik nou stoot, ik moet er nou volle bak op zijn kin raken. Want anders dan staat hij daar gewoon weer of zo. Dus ik denk, alles gewoon, dat is het enige wat ik dacht. Alles op zijn kin. Dus ik heb een paar keer gewoon alleen maar op zijn keel geraakt. Omdat net dan er onderdoor komt of zo. Maar alles op zijn kin. En dan na een tijdje dan, komen er door. En dan in één keer dan zie je zijn hoofd stuiteren, zeg maar. En dan gooi je er nog eentje erachteraan. En dan komt scheids tussen. Ja, dan... En dan word je een soort van afgetrokken. Hoe voelt dat dan? Ja, dat wordt keigek. Ja, dat snap ik. Dat kan eigenlijk niet beschrijven. Nee, dat zijn van die gevoel, dat zo'n gevoel kun je bijna niet in worden. Dat moet je meemaken. Dat moet je wel meemaken, ja. Maar dat is ook voor iedereen is dat denk ik ook wel anders. Want de een die reageert best wel rustig of zo. Maar ja, het is ook maar net hoe je dan in je hoofd, hoe je in je hoofd ermee zit of zo. Maar op dat moment werd ik helemaal gek. Ja, precies. En dat was je, welk gevecht was dat ongeveer? Was dat al kort vierde, geleden? Ik denk vierde pro. En vecht nou op 135? Ja. Ja. 135 pond. Ja, 61 kilo. Ja, 61 kilo. Ja. Want hoeveel loop jij rond? Iets zwaarder na de vakantie, maar zo'n 72 zoiets. 72. Ongeveer, 72. En als je, is kutte zwaar voor jou? Kutte voor de mensen. Dat is denk ik wel eens gelijk. Ik heb net ook al één keer gezegd, dus dat kan eigenlijk ook niet. Maar het is altijd zwaar. Het is nooit leuk. Ja, ik hou gewoon van eten. Ja. Dus ja, en dan mag je niet veel eten. Mag niet lekkere dingen eten, dus ja, en het is altijd zwaar en vervelend. En dan vooral de laatste, laatste dag, als je dan echt gaat kutten, zeg maar, dan ja. Want kun je ons meenemen in het proces van het weetkutten? Want we hebben het wel eens proberen uit te leggen, maar volgens mij kan een vechter dat beter doen. Oké, je bent nu 72, je gaat naar een gevecht toeleven. Neem ons mee in hoe jij richting die 61 kilo gaat. Ja, het is sowieso eerst gewoon dieet.
gewoon je voeding aanpassen, waardoor je dus al op voeding gaat zakken. En dan de laatste week, dan ga je waterloaden. Dus ga je heel veel water drinken, waardoor je je lichaam helemaal vult met vocht. Mm-hmm. En dan, ja, gewoon een liter of 7, 8 per dag. En dan drinken. Niks eten? Of ja, wel gewoon eten. Wel steeds je schema aanhouden, mm-hmm. Alleen dan doe je het drinken doe je erbij. En 7, 8 liter, dan een dag of 3, 4, dan ga je, of 3 dagen van tevoren, dan ga je een beetje afbouwen. Doe je nog 3, 4 liter. Een dag van tevoren, dan doe je nog 1 liter of 1,5 liter. En dan de laatste 24 uur, zoiets, dan, ja, dan doe je niks meer. En misschien nog een paar kleine slokjes of zo of iets, maar... Nog gewoon puur alles eruit. En dan ga je zweten. Lekker in bad liggen, zweetpak aan. Heerlijk. En dan in een warm bad? Genieten. Zoutbad of zo? Warm. Gewoon. Bloedheet. Dat je hand 5 seconden erin doet, dat je hand rood terug eruit komt. En daar ga je dan in liggen? Ja. En dat... Zo'n minuut of 10. Dan na 10 minuutjes eruit, helemaal inpakken en handdoeken. En heb je altijd dezelfde routine daarvoor? Of gebruik je wel iets anders? Of? Nee, meestal wel hetzelfde. Hmm. Want je weet, als je... natuurlijk, het is altijd anders. Elke keer gaat het iets makkelijker of iets minder snel bijvoorbeeld. Maar je weet gewoon, als je ongeveer dit doet, dan moet het wel goed komen. Zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, en als het werkt, dan weet je het, dan hoef je het ook niet te veranderen. Ja. Ja, precies. Is er nog een gevecht geweest waar jij... Kiele wel je weight haalde of net niet? Was het altijd gewoon steady? Gewoon? Nee, volgens mij niet. Gewoon altijd wel... altijd wel gehaald. Steady. Ja. Is dat dan ook de keuze dat je wel op bantam mee blijft vechten? Op 135, op 61 kilo? Omdat je wel gewoon je gewicht kan halen, ondanks dat het even niet leuk is. Je bedoelt of dat ik nog lager zou gaan? Ja, of hoger? Ja, hoger, dat is niet zo slim voor mij. Want ja, ik ben niet zo heel groot. Qua dus, lengte dan vooral? Ja, dan heb je wel gewoon lange jongens tegen. Mm-hmm. En lager dan... Want hoe lager wordt hoeveel? Dan wordt 57. Hij moet nog 4 kilo eraf. Ja, dat is flink. Ja, inderdaad. Helemaal flink. Als je... Want je bent best wel gespierd natuurlijk. De spier is ook zwaar. Ja. Op een gegeven moment kun je ook niet meer eraf aftrekken. Ja, na een tijdje dan is het wel, dan is het wel klaar inderdaad. Dat is gebeurd. Dus ben je 61... Bantamweight voelt voor jou gewoon echt als een goed gewicht. Ja, zeker. Sommige vechters zitten een natuurlijke weightclass. Ja, natuurlijke weightclass. Want soms heb je vechters die zitten er echt... Ja, ga ik nou voor verder weight, lightweight? Ja, zitten er een beetje tussen zo. Ja, die hangen ertussen met die weightcuts dat het niet elke keer goed gaat. Ja. Maar we hebben nu weightcuts gehad. Maar wat vind je er eigenlijk van weightcuts? Ja, eigenlijk is het super slecht. En waarom vind je het slecht? Je verneukt gewoon heel je lichaam eigenlijk. Natuurlijk, je doet het op een zo goed mogelijke manier met voeding en met het waterloaden, zeg maar. Maar nog steeds, ja. En het is super natuurlijk slecht. De dag daarna, dan zitten heel vaak die kilo's er weer aan, je toch? Je droogt je eigen helemaal uit. Daarna drink je en eet je alles in principe weer erbij. En dan ga je vechten. Nou, okay. Hoeveel dan, kilo kom je aan tussen weight, even de scale en de gevecht? Ja, een kilo of... 6, 7 denk ik. Oh. Ja, dus eigenlijk vecht je niet op 61, maar eigenlijk vecht je om een kleine 70. Ja, een beetje wel. Dat is inderdaad wat je zegt, dat het heel krom is. Het is een soort cheat en iedereen doet het, dus het is geen cheat meer. Je moet meedoen, dat is het. Precies, je kunt ook niet het niet doen. Nee, ja, als ik het niet zou doen, ik zou, oké, 70, laten we 70 zeggen, dan moet ik tegen Khabib. En Khabib die doet wel afvallen dan, hè? Dus dan eindstand, hij weegt de dag na gewoon 80 of zo. Precies, en als jij gewoon zelf 70 weegt en je gaat tegen jongens vechten die ook 70 zijn, maar dan met een weightcut, die zijn 80 kilo die dag erna. Ja. Dan vecht je al met 10 kilo verschil. Ja, nou, waarschijnlijk helemaal met jiu-jitsu en op de grond, als jij 10 kilo op de andere hebt. Ja, daar ga je wel merken, Dat ga je zeker merken, ook qua stoten en zo natuurlijk. Ja. Dus van wat zou jij zeggen dan? Wat zou jij een goede oplossing vinden voor het weightcutten? Heb je daar voorbeelden van gezien in andere organisaties? Zijn wel bij ONE FC bijvoorbeeld, volgens mij mag je 10% of zo. Of ja, ik weet niet, zoiets of zo. Want heb je het toch uitgezocht? Ja, maar ik weet niet meer precies. Want ze nemen plas af tijdens je zoiets. Cut. En dan kunnen ze zien of je wel of niet procent vocht nog in je lichaam hebben. Ja, maar daar wordt ook een beetje mee gesjoemeld en zo. Hoor. Ja, ongetwijfeld. We hebben ze ook alweer dingetjes voor uitgevonden. Ja. Dus, dat zal met sport altijd blijven. Dat is niet alleen met MMA, maar ook met andere. Dat ga je toch niet tegenhouden. Maar aan de andere kant, wat wel zo is, daar heb je misschien wel gesjoemeld op een andere manier. Maar qua gezondheid is het natuurlijk een stuk sterker. Omdat ze ervoor zorgen dat je niet je eigen hoeft uit te drogen. Maar dat je gewoon... Nou ja, deels uitdroogt. Ja, een soort van. Maar ze gaan een soort... ze bedenken hoeveel je zou zijn als je zou gaan weten kutten. Ja. Zoiets. Ja.
Nou ja, ik snap dat dat qua gezondheid, er zijn best wel mensen eraan onderdoor gegaan. Weet ik, ja, dat is een keer overleden toen in One ook. In One FC? Ja. Aan die... Weet kut. Ja, zou zo maar kunnen. Daarom hebben ze die regel toen ingevoerd daar bij One. Heb je wel eens gehad dat je dacht van, ik kan dit niet meer. Tijdens zo'n weight cut, of vielen ze daarvoor nog wel mee? Ik moet heel eerlijk zeggen, het valt wel mee. Alleen, bij mij dan in ieder geval. Alleen, je hebt gewoon op een bepaald moment, laten we zeggen, tweede keer of derde keer in bad, dan denk je van, kanis man, waarom doe ik dat eigenlijk? Het is gewoon niet leuk toch? Dus, ja. Het gevecht voor het gevecht. Ja, dat is het echt. Dat is het echt. En daarom op het moment dat je dan het gewicht hebt gehaald, dan ja, ook een soort van last misschien wel. Ja, is ook een grote last dan, die toch de weight halen. En, De laatste tijd wordt het wel minder, omdat je toch, ja, je hebt er meer ervaring mee. Dus je weet een beetje van, als ik rond op dit gewicht op maandag ben bijvoorbeeld, dan moet het wel goed komen zo, bijvoorbeeld. Maar in het begin dan was ik alleen maar met gewicht bezig. En toen dacht ik van, als ik nou gewoon al zo licht mogelijk ben, dan hoef ik niet meer zo vaak in bad. Ja, dus dan ga je gewoon iets je past minder eten. Je past je er natuurlijk ook op aan als je het vaker gedaan hebt. Je weet natuurlijk waar je tegenaan liep en dan ga je de keren daarna en dan kun je er weer je hebt er gewoon meer ervaring mee, dus helpt allemaal wel een beetje mee. Helder verhaal over de weetkut. En dan even terug naar je zei het zelf van natuurlijk, Cage Warriors. Daarvoor heb je bij andere organisaties losgevochten, volgens mij. Ja. Is Cage Warriors nu een meer gevechtencontract, of was het een eenmalig gevecht? Nee, ik heb contract gekregen voor 5 partijen. 5 partijen? Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe is dat contract gegaan? Want je ging 7-1 volgens mij toen je dan benaderd bent door Cage Warriors. Ja, dat was best wel snel gegaan. Want ik had in november heb ik mijn laatste partij gevochten. Of de laatste partij voor Cage Warriors. Ja. En die had ik toen gevochten. En eigenlijk, denk ik misschien een maand later of zo, toen was het contract bijna getekend. En hoe gaat dat? Word je dan gebeld en dan zegt ze tegen jou van... Via de manager, ja. En die zegt gewoon tegen jou, Cage Warriors wil je hebben voor 5 gevechten. Ja. We gaan het erover hebben. En dan zeg ik, ja, is goed. En hoe voelde dat dan? Want Cage Warriors, wij hadden het erover, maar Cage Warriors in Europa, samen met Bellator, gewoon het grootst. Ja, is wel een van de grootste van Europa inderdaad. Heel veel sterren die nu in de UFC vechten. Ook zeker. Paddy Pimblett, Conor McGregor, Ian Gary. Bisping. Heel veel, Noem maar op. En hoe is het dan om bij zo'n organisatie te tekenen? Ja, voelt wel goed. Dan, ik weet niet. Ik probeer het meestal het een beetje bescheiden te houden. Zeg maar gewoon in me dat ik niet helemaal blij ga doen of zo. Maar... ja, dat voelt wel goed. Je voelt wel gewoon een beetje gezien, toch? Van, dat je het wel gewoon al die partijen, dat je het wel gewoon goed hebt gedaan. En dan zou je dan weer tekenen. Ja, dus zegt wel iets over je eigen kunnen en wat ze van jou vinden. Ja, precies. Dus dat voelt wel goed, ja. Ja, dat snap ik. En dan die eerste partijen, die sluit je heel snel af. Ja, eigenlijk had ik eentje ervoor, maar toen was ik ziek geworden na de weging. Dus die is toen helaas niet doorgegaan. En de laatste inderdaad, die was wel... Was je ook verbaasd over dat hij zo snel klaar was? Je zei net, ja, ik wil wat langer beetje staan. Ja, we hadden net erover inderdaad. Ik dacht ook dat hij het alleen maar staand zou willen houden. Dus als we op de grond zouden komen, dat hij best wel snel weer zou gaan staan. Maar hij kwam naar voren, ik trapte hem mijn voorwaartse trap naar zijn hoofd. Die ving die best wel mooi op en toen kwamen we op de grond. En ja, dat was het eigenlijk. Toen bleef hij daar op de grond. Niet zo heel veel doen. Toen uiteindelijk ging hij staan. Toen dacht ik, oké, daar gaan we staan zo. Dus toen trapte ik van onderaf naar zijn hoofd. Toen kwam hij gelijk weer terug. Ja. Toen was hij best wel wild weer een beetje aan het slaan. En toen pakte hij me met de triangle. Ja. En dat is wel een belangrijke win geweest natuurlijk, je eerste partij daar. Zeker. Is dat ook je mooiste moment geweest in je carrière tot nu toe? Of heb je een ander moment waarvan je zegt, nee, dat is tot nu toe echt het mooiste moment geweest? Moeilijk. Ja, weet ik niet of het de mooiste is geweest, maar wel een mooie zo. Een van de mooie wel. En we hadden net over hoe je dan, wat je dan voelt na de wedstrijd, zeg maar. En als je net hebt gewonnen, dan zeg ik dat ik helemaal gek word. Toen keek ik helemaal nergens naar. Nee. Toen werd ik helemaal gek. Het dook toch ook het publiek in? Ja, eerst toen ik stond op. En toen dacht ik, toen wilde ik naar mijn hoek gaan, maar toen liep ik de verkeerde kant op. Toen dacht ik, wow. Want mijn trainer en beste vriend die zaten bij mij in de hoek. Mm-hmm.
En dus ik liep zo, kijk, ze zijn niet daar. Ik ren de andere kant op. En, maar het is gewoon een kooi, dus ik kan niet doorheen. Dus ik ren volle bak dwars door die kooi heen. Dat wilde ik, maar dat ging niet. En toen ging daarna naar twee jongens in het publiek die waren komen kijken. Ja, dat was wel tof om te zien, want er was wel één... Want die avond hadden we wel wat meerdere gevechten natuurlijk, maar... Het was wel een gevecht waar je wel de energie gewoon voelde uit het scherm. Dat zeiden de commentatoren zeiden het zelf ook. Van toen het afgelopen was. Ja, ja dat ze zeiden van dit is wel een one to watch. Ja. Omdat het zo snel ging. Wat doet het met je dan als mensen tegen je zeggen van nou, dat is wel eentje om in de gaten te houden. 24, talentvol. Niet zo heel veel eigenlijk. Ik heb het ook teruggekeken en ook met de commentaren. En dan hoor je wel dat ze goed over je praten en zo. Dus dat is wel mooi. Maar ja, doet je gewoon goed en dan ga je weer verder. Ja, precies. En je zei net even kort van ik wil nu eerst de beste worden in Cage Warriors en dan wil ik naar de UFC en daar potten breken en de beste worden. Ja. Dat is natuurlijk een lange termijn doel. Wat is nu voor jou de volgende stap? Heb je al de iets? Volgende stap is gewoon de eerste de beste wedstrijd die gaat komen. Heb we je zijn nog nou iets? Bezig met kijken of we in oktober of september of zo ergens kunnen vechten. Mm-hmm. Maar daar moeten we nog even afwachten. Nog niet over bekend. Nee, heb je ook iemand waarvan je zegt van... Die wil ik of maakt het je nu niet zoveel uit? Je wil gewoon de weer... Toevallig gisteren of eergisteren tegen manager, want die traint hier ook met BJ traint hier ook mee. Het was paarse band gekregen, dat is ook al mooi. Toevallig gisteren had ik het nog erover. Toen zei ik van ja, het maakt me niet zoveel uit. Nee, precies. Ja. Gewoon nu je record opklikken, winnen. Ja. Wie er voor je komt, komt voor je. Ja, precies. Ja. Netjes. Nou, dat is je eigen carrière. Even over het MMA in Nederland. Kijk, we zitten hier natuurlijk met een reden. We willen natuurlijk mensen een platform geven en andersom, hopelijk. Hoe zie jij MMA in Nederland op dit moment? Als je het vergelijkt met andere landen. Het is zeker aan het groeien, dat sowieso. Maar het is wel nog... ik kan het niet vergelijken met een Engeland of zo bijvoorbeeld. Okay. Duitsland niet. Duitsland ook hetzelfde inderdaad. Dat is heel groot. Ja. Dus, maar ik denk eigenlijk dat er altijd wel een beetje zo zal blijven. Ja. Nederlanders, ons boeit het niet. Als nou Conor McGregor hier door de straat loopt, ja, kijkt iedereen, maakt de foto en dan gaan ze weer verder. En waar denk je dat het ook komt? Dat Nederlanders daar gewoon, want als je kijkt naar kickbox bijvoorbeeld. Hij zegt altijd Nederlandse nuchterheid of zo, toch? Ja. Maar ja, ik weet het niet. Ja. Maar ik heb dat zelf ook. Als ik, wat ik zeg, als nou een bekend iemand hier binnen zou komen, ja. Kijk, mooi, kom maar mee trainen zo, of weet ik voor wat je komt doen, maar ja, verder ja, het is niet dat ik dan denk, wow, kijk, dat is die en die en ja. Want het zou wel mooi zijn als het in ieder geval groter wordt dan het nu is. Ja. Ja, en het zou misschien altijd een niche blijven in de zin van dat het voetbal nooit voorbij zal streven. Nee, dat sowieso niet, maar dat gaat ook nooit gebeuren. Maar in Europa dan in ieder geval, voetbal in Europa, dat is gewoon keigroot, mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren. Maar Kanus, ik wilde zeggen, maar ik weet niet meer. Dat het in ieder geval zo is dat als... Ik weet het. Oh, zeg maar. Dat nou met de Discovery Plus en Eurosport en mensen zoals jullie... Ja. Die de Nederlandse vechters wel gewoon een podium willen aanbieden. En dat het daardoor, denk ik, wel een beetje groter gaat worden. Dat in ieder geval de algemene kennis erin. Ik kan me herinneren dat toen... Nou, toen wij begonnen met kijken, toen wij gingen zitten, 2015, 2016 of zo. Tot je, Alistair Overeem, met je grote jongen in de Ja, maar als je toen zelfs aan een klasgenoot vraagt, ken je MMA? Dan zei je, ik weet niet wat MMA is. Het valt. Ja, verder niet. Maar zoals gisteren bijvoorbeeld nog. Gisteren vroeg ik aan iemand, ken je MMA? Ja, dat is, nou toen even, die volgen het niet, maar die weten nu tenminste wel wat het is. Weet wel wat het is, ja. Dat is wel de eerste stap natuurlijk voor een grote... En dat is goed, en dat is het begin. En dan vanuit daar kan het alleen maar groeien. Maar ik denk dat het altijd wel een beetje zo... Zal blijven? Ja, denk ik wel. In Nederland dan, En denk ik. Heb jij dan nog jongens in Nederland? We zitten hier nu natuurlijk met jou, maar we hebben niet de tijd om bij iedereen langs te gaan. Heb jij jongens waarvan jij zegt, daar moet je op letten de komende tijd? Of ben je vooral met jezelf bezig in je eigen... Ja, ik ben sowieso met mezelf bezig, dat wel. En gewoon de mensen die hier zijn. Ik kan wel namen gaan noemen zo. Mijn vriendin die vecht zelf ook. Ja. En die gaat nou de komende periode gaat ze ook weer kijken of er ergens wat te vechten is, zeg maar. Kijk. En dus ik denk dat je die ook zeker in de gaten moet gaan houden. We hebben ook Lizzie Gevers, die doet ook wel netjes op dit moment.
En dan heb je, ja, jongens als Ilias en zo natuurlijk, Ilias Boulet, is altijd goed om langs te gaan. Ja, dat eigenlijk, man. Ja. Je hebt er nog wel meerdere zo in Nederland, maar het is niet dat ik contact met hun heb. Nee, zo, dus, precies, dat bedoel ik. De community blijft vooral gewoon bij jezelf en de mensen om je heen. Niet per se dat je iedereen overal en ergens... Als ik iemand ben vergeten, zo, sorry, man. Trouwens, wat je zegt, want je vriendin vecht dus ook, ook MMA. Hoe is dat thuis soms wel eens lastig, twee vechters? Man. Mensen vragen altijd van, als jullie ruzie hebben, gaan jullie vechten. Ja, serieus. Dat is een beetje over een kam geschoren. Ja, maar mensen vragen, maar slaan jullie elkaar dan zo? Ja, als wij ruzie hebben, zo dan... sowieso hebben wij echt gewoon nooit ruzie. Discussie, zo. Het is ook wel makkelijker als je al bij MMA vechter bent, discipline. Ja, dat zou misschien ook wel zo kunnen. Ja, je snapt elkaar natuurlijk wel. En dat is het. Ja. Wat ik zeg, we hebben nooit ruzie, soms een discussie, zo een beetje graantjes op elkaar, maar dat is het. Maar het is wel als ik moet vechten of als zij moet vechten, wij weten van elkaar wat je ervoor moet doen en dat die andere misschien chagrijnig is omdat die moet afvallen, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld, als één daar totaal niet mee bezig is en iemand is chagrijnig gewoon door het afvallen, je snapt dat niet, dat best wel voor heel veel... struggles kan zorgen. Tref jij nog maatregelen tot daar dat je uit elkaar bent? Want zoals Rico Verhoeven, die gaat 2 weken voordat hij moet vechten, die gaat ergens anders zijn huis huren. En dan, Eerst, voordat we wonen nou samen, maar voordat we samen woonden, dan was het wel gewoon, denk vanaf... Nee, moet ik hem leren. Ja, zo misschien 2 dagen van tevoren of zo, dat ik gewoon alleen wilde slapen. Zo. Maar ja, nou woon je samen, wat ga je doen? Nee, ik ga op de bank liggen zo. Maar dat bevalt het gewoon goed. Ja, ik heb niks last van. Nee, hij houdt ook wel rekening mee. Dat ze dan zo gewoon een beetje afstand houdt, zo'n dingetje, zeg maar. Dat je wel je eigen... Ja, dat is ook lekker. Ja. Dat is makkelijk. Maar verder, wij zijn allebei gewoon rustig, zeg maar. Ook als we moeten vechten, niet dat we dan helemaal opgefokt zijn in één keer of zo. Of alleen maar daarmee bezig zijn. Zo, gewoon lekker relaxen. Afgelopen weekend nog eentje terug, die werd de hele tijd in het gezicht geslagen. Voor het, als ze dan opkomen, dan gaan ze daar staan, dan trekken ze de kleren en dan even een paar keer in het gezicht. Dat heb je niet nodig, zeg maar. Nee. Gewoon, ik ben een cage focus. Ja, ik loop gewoon. En dan sta je binnen en dan, krijg je vanzelf wel een keer. Dan ben je dan al wakker. Ja. Nou ja, duidelijk. Ja. Heb jij nog iets wat je nog kwijt wil? Ja, nou ja, je hebt nu 5 gevechtencontract. Is het ook iets dat je daarna denkt van, oké, daarna wil ik de stap maken naar de UFC? Of zeg je van, ik wil eerst champ worden? Ik hoef niet per se kampioen te worden van Cage Wars. Als het moet en het kan en het zit mee inderdaad. Ja, als jij bijvoorbeeld, als jij over 5 gevechten zijn voorbij, je kan kiezen voor een title shot Cage Warriors of een debuut op een fight card op de UFC. Dan gaan we naar UFC. Ja, precies. Dan is wel de keuze snel gemaakt. Ja. En bijvoorbeeld zoiets als een Dana White Contender Series of een Ultimate Fighter. Een beetje reality Ultimate idee. Fighter zou ik nooit doen. Ik zou helemaal gek worden in zo'n huis. Ja, dat Dana White Contender Series, zou misschien wel zou kunnen. Maar we zien hoe het loopt. Ja, eerst maar Cage Warriors en de eerste volgende partij. En dan daarna dan... Stap voor stap. Ja, dan gaan we het zien. Nou, je moet inderdaad niet te ver vooruit kijken. Nee. Als jij nu al denkt over hoe jij in de UFC aan het vechten bent, terwijl je net begon met Cage Warriors, dat lekker gewoon dat de eerste volgende partij en daarna weer de volgende. En wel met je oog op de toekomst zo, dat wel, maar ja. En Cage Warriors, dat is altijd Europa, toch? Of zijn ze ook Ze hebben ook Amerika. Hoe is dat om in het buitenland te vechten? Daar kom ik nu in één keer op. Is dat, als je in Duitsland, heb je net gezegd, nou, dat snap ik dat het een beetje dicht bij huis is, maar als je naar Engeland gaat, hoe is het om dan helemaal... Ja, dat was de eerste keer dat ik ging vliegen voordat ik wedstrijd had en dat ik niet thuis sliep. Want al die andere partijen, amateur, pro, was het of in Nederland of België of Duitsland. Ik heb verder nooit ergens anders gevochten. Dus dat reed gewoon op en neer. Ja, precies. Dus ja, dat was de eerste keer en dan is het toch anders. Maar was te doen. Was te doen, precies. Ja, zeker. Zullen we dan overgaan op nog wat stellingen? Ja. Zo om de beurt? Ja. Oké, is goed. Het doel is, kijken, het zijn vooral of vragen of een normale vraag. Zo snel mogelijk wat in je opkomt, als je dat kan zeggen. Ik ga mijn best doen. Ja? Nou, bijt de spits maar af. Ja. Conor McGregor of Khabib Nurmagomedov? Khabib. Easy. Lievelingseten? Ik heb gewoon Hollands. Gewoon Hollands eten. Hollands kost. Altijd goed. Okay. KO of submission? KO. Bekend of onder de radar? Onder de radar. Weinig geld in de UFC of veel geld bij influencer boxing? Nee, wel weinig geld UFC, ja.
Welk bekend persoon zou je wel in de kooi willen treffen? Maar er zijn er wel veel. Nee, ik durf het niet te zeggen zo. Hoeft geen UFC vecht te zijn, maar ook wel zijn bekende Nederlander die niet mag of zo. Nee, ik zou het niet. Oké. Wonen in Nederland of wonen in het buitenland? Nederland. Okay. Favoriete vechtsporter? Vechtsporter? Ja. Dus mag ook buiten. Khabib. Ja, easy. Okay. Ja, nou, je hebt gewoon een beetje te maken met de Nederlandse Khabib. Nou, als je net zo als Khabib de wereld overneemt, dan... Dat zou heel mooi zijn. Ja. Dat zou heel mooi zijn, ja. Dan hebben we nog een laatste dingetje. We hebben dingetje. Nog wat. Zal ik het pakken? Ja, maar. Dan komen Drenthe. We hebben natuurlijk een cadeautje meegenomen. Je zit nog niet in kamp volgens mij, dus je kan nog gewoon eten. Ik kan wel eten. Okay. Ja. Nou, Pim mag het uitleggen, die... Nou, kijk eens, alsjeblieft. Het begint een beetje traditie te worden op dit moment. Dankjewel. Drentse turf. Turf? Ja. Ik heb geen idee wat turf is, joh. Turf is een soort grondsoort. Niet dat hij je grond in verpakt zit. Maar, maar ze hebben er een soort cake van gemaakt. Het lijkt op turf en het heet Drentse turf. En het wordt alleen gemaakt in Drenthe. Ja. Drenthe? In Beyons. Ja. Beyons. kun je er ook een stukje van lezen? Of staat het... Ja, het staat in Drentse erop, denk ik. Is dit Drentse? Ja, oh, Drentse. Ja. Nee, hier in het stille veld bewerkt door... Nijvere hand. Ja. Werd turf gemaakt uit veen door het ganse land. Kijk. Ja, nou, dat is gewoon talent. Ja, toch? Ik moet jullie eigenlijk een stukje ossies laten lezen. Zal ik dadelijk wel doen? Ja, is het goed. Zal ik wel een stukje ossies laten belangrijk. Doen? Ja, als iemand plat Drenthe tegen mij gaat praten, dan kan ik ook geen taal vastknopen. Nee? Nee, dat is gewoon zoveel mogelijk in de mond. Het is meer een heel andere taal. Ja. Ja, dan, bedankt. Graag gedaan. En heel erg bedankt dat we hier mochten langskomen en... met je in gesprek konden gaan. Geen probleem, jullie ook bedankt. Ja. En dan tot in september, oktober, dan zitten wij erbij. Hopelijk. Hopelijk, ja. Zou mooi zijn, zou leuk zijn. Is goed man, dankjewel. Dankjewel. Yes.